Yo mensen, nieuw hier en welkom terug op de Infinity Pack, aflevering 34. Op de vorige episode hebben we ongeveer 100 likes behaald, oftewel we gaan in deze episode maar één lucky block openmaken. Ik heb ook een beetje de comments gelezen bij de afgelopen episodes en er zijn toch een aantal mensen die het jammer vinden dat ik geen kamer meer ga openmaken aan het einde van een episode. Toen ben ik een beetje rond gaan kijken wat de mogelijkheden waren, want weet je wel, ik had een beetje het gevoel bij het openmaken van die kamers, dat ik toch al bijna zeker wist wat een bepaalde kamer was. Oftewel, het was niet echt heel erg afwisselend, niet heel erg leuk om te gaan openmaken. Daarom heb ik iets nieuws toegevoegd, en dat item ga ik nu ook gewoon gelijk in het Autocrafting systeem gooien. Dat is namelijk een oude bekende, namelijk de Pandora's Box. Oftewel... Per 70 likes ga ik gewoon vanaf nu één lucky block openmaken en één Pandora's box openmaken. Dus hebben jullie zin in deze Pandora's box open te gaan maken? Doe dan vast een blauw duimpje omhoog. En dan wie weet gaan we de volgende episode echt super veel lucky blocks en Pandora's boxes openmaken. Maar allereerst wil ik hem gaan craften. Kijk, eens dat de verkeerde. Zo, Pandora's box, let's go. En dan hebben we ook gewoon gelijk het volgende probleem. Tenminste het is niet echt een probleem. Zo. We hebben namelijk vanaf nu de allereerste MI-interface volledig opgevuld. Oh, dus verkeerde, we moeten deze hebben. Kijk maar, de allereerste MI-interface is vanaf nu gewoon helemaal opgevuld. Maakt op zich niet super veel uit. Ik wil namelijk vandaag gaan beginnen aan een tweede MI-interface. Maar daar ga ik allemaal zo meteen op komen. Laten we allereerst nogmaals gaan kijken hoe het nou eigenlijk zit met al die channels. Ik heb namelijk twee episodes geleden al kort beschreven wat die channels nou precies inhouden. En dat we maximaal 8 channels per kabel hebben, zeg maar, als het ware. We zitten namelijk momenteel nog steeds op één channel, wat best wel vreemd is aan de ene kant, want ik zou toch zweren dat een MI-interface in eerste instantie ook een channel opnam. En wat ik allereerst eventjes ga doen, is een kleine aanpassing maken aan mijn hele MI-systeem. Hoe wil ik dat gaan doen? Nou, eigenlijk super simpel. Ik heb namelijk momenteel, heb ik al de MI-controller, dus zeg maar gewoon het knipperende ding, weet je wel, heb ik eventjes één blokje omlaag gepusht. Waarom heb ik dat gedaan? Nou, eigenlijk super simpele reden. Ik had namelijk een beetje het idee, alsof we een soort van vertekend beeld kregen van de gebruikte channels zeg maar de channels die we gebruikten. Hij gaf namelijk weer, kijk nu nog steeds dat hij maar één channel gebruikt hier zo, so, wat op zich best logisch is, maar volgens mij geeft het wel een beetje een vertekend beeld. Want we hebben natuurlijk beneden hebben een aantal aansluitingen erbij gemaakt en volgens mij heeft zo'n Emmy interface die neemt ook een channel in beslag. Dus ik wil het eventjes allemaal gaan bekijken. Daarvoor heb ik hier allereerst een Emmy smart cable nodig. Die smart cable hebben we natuurlijk al een keertje gebruikt. Die zit namelijk gewoon hier zo achter. Kijk hier zo de smart cable en die wil ik gewoon nu weer eventjes in elkaar gaan zetten. Dus maken we er gewoon. Nou, zullen we er gewoon een aantal gaan maken? Gewoon gelijk drie of zo. Dat maakt niet super veel uit. Zo. We hebben drie van die kabeltjes. en Die moeten we allereerst gaan combineren met het volgende. Ik ben het recept even vergeten. Emmy Smart Cable. Even kijken. Dan moeten we de Flux natuurlijk hebben. Hier zo staat hij al. En dan maken we er hier gewoon een aantal van. Waarom ben ik nou serieus die kabels weer kwijt? Waarom worden die nou serieus gewoon geoutput? Terwijl ik ze nodig heb voor het recept? What the fuck? Oké. Okay. Maar ik heb er dus drie. En eentje ervan ga ik gewoon direct aansluiten op het systeem hier zo. En dan kan ik gewoon. Precies zien hoeveel channels we momenteel daar gebruiken. Want ik had al een keertje gezegd, de MI controller heeft namelijk gewoon aan elke kant, dus aan alle zesde kanten, heeft hij acht channels tot beschikking. Dus even kijken, hoor, dan gaan we dit weghalen. Zo, dit halen we dan weg en dan gaan we daar een smart cable plaatsen. En dan ben ik toch wel heel erg benieuwd hoeveel dingen we dan gebruiken, hoeveel channels. Ja, kijk, dat bedoelde ik dus al. Ik kon me al niet voorstellen dat we het hele systeem maar één channel gebruikte. Aan die kant gebruiken we dus al drie. Aan deze kant één en aan de onderkant ook eentje. Oké, okay, nou... Op zich maakt het niet super veel uit, maar dat betekent wel gewoon dat ik zeg maar een andere kant van de MI-controller wil gaan gebruiken. Voor het opzetten van een nieuw stukje MI-systeem. En het nieuwe stukje MI-systeem wil ik gewoon hier neer gaan zetten. Dus dan gaan we het gewoon zo aanpakken. Dan plaatsen we hier een MI Smart Cable. Als het goed, is heeft hij 0-channels. Ja, gewoon 0-channels, helemaal mooi. Hoeveel heeft die andere nou? Even voor de zekerheid kijken. Ja, 3 heeft deze. Die andere heeft volgens mij 1, 1 en 0. Oké, okay, nou, we gaan het allemaal gewoon zien. Daarover hoeven we ons niet heel super veel zorgen om te gaan maken. Want ja, zolang we niet bij die 8-channels in de Komen maakt het eigenlijk niet super veel uit. Dan gaan we nu gewoon de rest van de bekabeling. Gaan we hier naartoe rijden? Dus gewoon deze kant op. En dan gaan we hier beginnen aan een nieuw stukje emissiesysteem. Wat ik dus al zei, momenteel zitten we hier op 0 channels van de 8. Maar ja jongens, we gaan zo meteen gebruik maken van een stuk of nou pakken we 3 of 4 channels. Maar dat komen we allemaal zo meteen wel op. Ik wil namelijk vandaag gaan beginnen met het autocraften van een aantal spulletjes die ik door middel van processen moet doen. Wat houdt processor nou eigenlijk in? Dat is eigenlijk een heel raar woord, want ik maak er nu een soort van Nederlands woord van. Terwijl het een Engels woord is. Maar eigenlijk gewoon processing, oftewel het verwerken van bepaalde materialen via furnace. Furnaces, pulverizers, noem het allemaal gewoon op, weet je wel. Oké, okay. dat gaan we als volgt doen. Ik wil namelijk nogmaals een LO smelter in elkaar gaan zetten. Dus gaan we dat eventjes erbij pakken, LO smelter. Ik denk dat ik er hier gelijk twee van ga maken. Dus dan maken we gewoon eventjes, in totaal maken we zes furnaces. Zo, dat geeft dus twee van deze alloy smelters. En wat het is dus al zei, die alloy smelters gaan we gewoon beneden neerzetten. Bij het nieuwe gebied van het hele emissysteem. systeem Ik heb ook gewoon gelijk hier zo de energiekamer doorgetrokken. Want natuurlijk moet ik vanaf hier zo meteen gaan outputten wat betreft de power. Ik hoop alleen wel dat ik genoeg power heb, maar ik neem gewoon aan van wel. Ik heb hier een mooie inham. Zal ik gewoon hier het emissysteem systeem gaan maken? Tenminste, een uitbreiding ervan. Ja, dat ga ik denk ik gewoon doen. Oké, okay. dan gaan we zo meteen hier. Onderaan gaan we natuurlijk gewoon de energiebekabeling doortrekken. Die initialen, wat ik al zei, gewoon daar vandaan, maar daar kom ik allemaal zo meteen wel op. Laten we allereerst gaan kijken hoe we alles in gaan vullen hier zo. So, ik zet hier namelijk gewoon een furnace neer. Ik zet hier een furnace neer. En zo meteen komt hier nog ergens een crusher tussen ze staan. Ik zal er gewoon gelijk eventjes bij pakken van NRIO. Kaker en der IO, hier staat die. En dan gaan we zo meteen gewoon eventjes een crusher erbij pakken. Maar, daar kom ik allemaal zo meteen wel op. Laten we allereerst gaan kijken wat we nog meer nodig hebben. We gaan gewoon eventjes nu visueel indenken dat hier al een crusher staat. Dan moet ik op elke machine die hier zit staan, moet ik weer zo'n mi interface maken. Oftewel 1, 2 en 3 interfaces. Die ga ik gewoon allereerst eventjes pakken. En wat ik net ook al zei, zo'n interface gaat dus een channel gebruiken. Dus zodra we zeg maar hier 3 van die interfaces gaan gebruiken, komen hier de channels ingeschakeld. Oftewel 3 van 8 channels dan, maar dat zien we allemaal zo meteen wel verschijnen. Allereerst gaan we ze erbij pakken en die interface. Hopelijk heb ik genoeg, ik weet het niet helemaal zeker. 1, 2, 3. Nice, ik heb gewoon genoeg. Had ik eigenlijk niet verwacht. Maar gelukkig, dat blijft allemaal bespaard. Het kreft ervan. Dan gaan we het er dus hier eentje plaatsen, hier eentje plaatsen en hier eentje plaatsen. Je hoeft er nou eens niet bang te zijn dat de mi interface zeg maar, gaat communiceren met de andere mi interface. Volgens mij is dat namelijk uitgeschakeld in Applied Energy 2. Maar mocht je toch twijfelen, kun je hem altijd gewoon zeg maar, aan gaan passen. Doe je gewoon door middel van de rechtermuisknop. En dan zul je een pijlsje naar beneden zien wijzen. Als het goed is. Kijk, nu gaat hij naar de achterkant toe. Nu de bovenkant, nu naar die kant en nu naar de onderkant. Oké. Okay. Dus als je eventjes twijfelt of de mi interface gaat, ja, eigenlijk gaat communiceren met verkeerde onderdelen die je niet wil, kun je hem altijd gaan configureren door middel van een pijltje naar beneden. Oftewel, dan geldt hij eigenlijk alleen nu in dit geval voor de Alloy Smelter. Maar in dit geval is het volgens mij niet nodig. Dus we gaan hem gewoon lekker weghalen. En dan gaan we hem gewoon neerzetten op de normale manier. Zo. En dan gaan we dus eventjes een crushje erbij maken. Dat lijkt me alles stap nummer 1. Zo, dus dan zetten we de crusher van Android IO in elkaar en die komt er in de vorm van de segmail. Deze segmail is dus gewoon in staat om oors te gaan grinden of te gaan verdubbelen en nog een aantal andere dingetjes. Maar we gaan hem vooral gebruiken voor het verdubbelen van oren en dat soort dingen. En even kijken, gaan we daar naartoe en dan gaan we deze gewoon hier plakken. Vervolgens gaan we gewoon alles aansluiten en er zullen ook gewoon gelijk de drie channels zichtbaar worden. Dat neem ik aan tenminste. Hopelijk gaan we niet naar buiten toe trouwens. Uh, nou, dit kan op zich wel. Niet super mooi, maar daar vind ik later wel wat voor. Oké, okay. dan gaan we dus gewoon zo aansluiten. Hier naartoe komt er één channel. Nee, er komen gelijk drie channels. Holy shit. Oh, dat komt natuurlijk gewoon omdat de MI-interfaces ME al met elkaar verbonden zijn. Dan zou ik het op zich zo kunnen doen. Ze delen namelijk wel gewoon hun energie, zeg maar, maar ze delen niet hun inventories. Dus ik denk dat het hier wel mee ja, goed gaat komen. Oké, okay, nou. Helemaal mooi, dan kan ik dit weer dicht gaan maken. Dan hoef ik helemaal niet uh, moeilijk te gaan doen met dingen oplossen en mooier maken en zo. Dan pakken we het gewoon zo aan, maken we het ook hier dicht. En dan kunnen we nu gaan kijken hoe we alles gaan programmeren. We hadden namelijk al twee episodes geleden, hadden we al gekeken hoe we ongeveer gingen gaan autocraften. Door middel, zeg maar, van processen. Dat deden we namelijk als volgt. We gaan gewoon naar hetzelfde paneltje toe, namelijk naar de Emmy parent terminal. Maar in plaats van dat de crafting te gebruiken... Plaatsen we nu, tenminste gebruiken we nu de processing pattern. Dat moeten we moeten als volgt gaan doen. We willen bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, uh, nou, Energetic Alloy is denk ik wel iets moois. Dat heb ik vaak nodig gehad. En hebben we ook gewoon nodig voor de bekabeling die we zo meteen moeten gaan aanleggen. Oké, okay. dan gaan we het als volgt doen. Het is namelijk zo: de alloy smelter moet door middel van redstone, goud en glowstone dust. Gaat dus het Energetic Alloy produceren. Oké, okay. helemaal mooi gaan we erbij pakken. Dus dan pakken we wat redstone, wat glowstone. En vervolgens ook nog een Gold Ingot, dat was, geloof ik, hè? En dan gaan we dit dus gewoon programmeren. Oftewel, glowstone in combinatie met redstone en met een gold ingot geeft ons dus een energetic alloy. Je ziet alleen wel staan dat het dat niet automatisch herkent. Dan moet je namelijk echt helemaal zelf voor programmeren. Oftewel, pak je energetic alloy vandaan en plaatsen het gewoon hier zo. Blank pattern erin op deze manier. Programmeren maar. En we hebben nu dus gewoon een energetic alloy geautomatiseerd. Deze encoded pattern gaat natuurlijk gewoon in de ME interface, die staat aangesloten op ook echt daadwerkelijk dat ding wat we nodig hebben: de alloy smelter. Oh, dat was de verkeerde kwint. Moet ik deze hebben? Ja, ik moet deze hebben. Dus die gaan we aansluiten op een van de twee alloy smelters. Ik wil een van de twee alloy smelters gaan gebruiken voor processing van alloys. Oftewel gewoon van energetic alloy en al dat soort dingen. En ik wil er gewoon eentje gaan gebruiken voor het normale smeltprocessen. Oftewel gewoon het smelten van iron en al dat soort dingen. Dat doen we als volgt. Je ziet namelijk hier staan furnace mode, all smelting. Maar die kun je ook gaan specificeren door middel van alloys only. En de andere gaan we dus gewoon specificeren op furnace only. Oké, okay. gaat dat werken? Dan moeten we natuurlijk wel gewoon degene gebruiken die op alloy staat. Oftewel, deze hebben we dan nodig. En dan plaatsen we hier de encoded pattern voor ja, die alloy die we zojuist in elkaar hebben gezet. Dan dus zal het nu allemaal gaan werken. Wat ik nu dan allereerst eventjes ga doen is de bekabeling doortrekken. En dan kom ik zo meteen weer bij die terug. Zo, dan trekken we dus de energie door. En die lijden we dus gewoon in alle drie machines die we zojuist hebben geplaatst: nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Als het goed is, gaan ze nu allemaal gewoon energie ontvangen. Inderdaad, hier komt wat in, hier komt wat in en hier komt wat in. Oké, okay, mooi. Dan gaan we dit gewoon even dichtmaken. Dus dan plaats we hier wat marble of zo. Ik moet deze kamer echt een keertje mooier gaan maken. Want het is echt een graf lelijke kamer. Maar op zich wordt die wel steeds groter. En daar ben ik wel blij mee. Oké. Okay. We gaan terug naar boven toe en dan gaan we nu dus gewoon kijken of het hele crafting recipe gaat werken. Dan gaan we hier weer eventjes naar craftable items toe. En dan zien we hier dus gewoon verschijnen de energetic alloy. Oké, okay. dan gaan we hier gewoon een aantal van requesten. Ik zeg maar wat, we gaan dan bijvoorbeeld naar 5 requesten. Gaan we naar next toe en dan zien we hier nogmaals gewoon eigenlijk alle items die we nodig hebben. 5 goud, 5 redstone, 5 glowstone. En dat geeft ons dus gewoon 5 van deze energetic alloys. Crafting CPU is weer automatisch. Let's go, en dan gaat hij het nu gewoon in elkaar zetten. Als het goed is, wordt er nu dus gewoon automatisch geïnput, hier zo in deze Alloy smelter. Inderdaad, kijk maar, hij gaat hier gewoon zijn werk doen. Maar dan komen we ook gewoon gelijk op het volgende probleem. Oh, ik doe het helemaal verkeerd. Oeps, verkeerde tapje. We gaan namelijk eventjes naar de Configure toe. En dan zullen we hier gaan zien, de bovenkant, de zijkant en eigenlijk gewoon alle kanten van de machine. Dan gaan we de bovenkant zo neerzetten, dat hij hier automatisch gaat pushen terug de MI interface in. En dan maken we eigenlijk gewoon weer simpelweg gebruik van het feit dat hij hierin komt en automatisch dus weer doorgaat gegeven wordt aan het systeem. En op deze manier wordt er dus gewoon Energetic Alloy geproduceerd. Kijk maar, dat komt gewoon hierin en wordt gewoon direct aan het systeem toe gepushed. Hij is nu helemaal klaar, dat zal gaan betekenen dat we vanaf nu gewoon 5 Energetic Alloy erin hebben zitten. Energetic Alloy, inderdaad, we hebben er gewoon 5 in zitten jongens. Werkt helemaal awesome. Dit betekent het volgende, namelijk dat vanaf nu het automatiseren van processen helemaal gelukt is. Wat ik nu eventjes buiten de code om ga doen, is gewoon een aantal recipes toevoegen aan alle machines. Oftewel, ik ga hier nog een aantal Alloys aan toevoegen. Ik ga hier bijvoorbeeld nog eventjes een aantal ...koolrecipies aan toevoegen, daar kom ik allemaal zo meteen even op. En ik ga hier bijvoorbeeld nog eventjes een aantal dingen aan toevoegen... ...die ik gewoon doodnormaal wil gaan smelten. Zo meteen gaat het allemaal voor zich spreken. Ik ga eventjes, eventjes, nou eventjes, eventjes, tuurlijk Quinn. Ik ga eventjes flink brainstormen, kijken wat er allemaal in moet... ...en dan kom ik zo meteen bij jullie terug. En dan gaan we kijken hoe de hele setup er hieruit ziet. En we zijn inmiddels een kwartiertje verder... ...en ik denk dat ik inmiddels wel alle spullen heb geautomatiseerd... ...die ik ook echt daadwerkelijk wilde gaan automatiseren. Kom ik zo meteen op... Allereerst heb ik eventjes alle travel engines een naam gegeven. Dat kun je super simpel doen, namelijk via rechtermuisknop en dan kun je gewoon hier een naam invullen. Als je dan op gaat staan, zullen zeg maar gewoon alle naampjes zichtbaar worden. Dus ik sta momenteel op de basis, daar is het emissysteem, systeem, daar is de draconic evolution kamer, de nether. Daar heb ik de reactoren of de reactors, hoe je het ook wil noemen. En daar heb ik natuurlijk ook gewoon Tomcraft. Zo. Dan kan ik eventjes niet meer per ongeluk naar de verkeerde toe teleporten. Want dat heb ik echt gewoon hiervoor. In de episode heb ik dat echt al twintig keer gehad of zo. Dat ik elke keer naar de Drekkordic Evolution kamer ging. Nu kan ik gewoon hier naartoe. Super simpel, geen verwarring meer. Oké, okay. maar. Allereerst heb ik hier een extra MI interface toegevoegd. Gewoon puur omdat ik nog een aantal items wilde gaan autocraften. Waaronder dus wat conduit, binder. Wat uh, machine chassis. Bars. Uh, de basic capacitators, hoe die die ook heten. Uh, hier nog wat bekabeling. Gold nuggets, noem het allemaal gewoon op. En natuurlijk heb ik ook hier de andere MI interfaces die ik natuurlijk al aan jullie had laten zien. Hier zit momenteel de Conduit Binder in. Hier heb ik dus gewoon Pulverized en Silicon in zitten. En hier heb ik eigenlijk gewoon alle ja, alloys in zitten die ik momenteel super vaak ga gebruiken. Maar wacht op, we gaan gewoon even lekker testen. Maar voor we dat gaan doen wil ik natuurlijk wel allereerst een einddoel hebben voor de testronde. Ik wil er namelijk voor gaan zorgen dat zowel deze machine als deze machine, als deze machine gewoon allemaal even wat sneller gaat werken. Dit kunnen we gaan doen door middel van de Double Late, ja hier staat je al, Double layer capacitor en die maak ik op deze manier, maar die heb ik al geautomatiseerd. Kijk maar, die zit hier aan het goed is. Dus kijk maar, Double layer capacitor. En trouwens nog eventjes twee dingetjes tussendoor, ik moet natuurlijk nog wel eventjes een molecular assembler hier beneden aankoppelen. dat was ik eventjes vergeten, uh, die gaan we gewoon eventjes hier aan koppelen en zal dat allemaal zijn werk gaan doen. Kijk maar, dan gaat hij nu die capacitors, of hoe de fuck je het daar uitspreekt, gaat hij maken. En ook nog eventjes een ander dingetje, je kunt hier namelijk de aller tijden gewoon precies de crafting status volgen, oftewel waar hij mee bezig is, wat hij gaat doen, noem het allemaal gewoon op. Ik zal nog eventjes een voorbeeldje gaan geven. Dan gaan we terug naar boven toe. Dan gaan we allereerst eventjes die layers pakken. Die leeddingen. dingen. Zo, daar heb ik er namelijk drie van vanaf nu. En die zorgen er dus voor. Kijk maar, zie je al staan. Increases energy storage En speed and range of machines. Oftewel, hij gaat vanaf nu gewoon sneller werken. Gaan we hier naar beneden toe en plaatsen we hem gewoon hier zo. 1... 2, uh, en hier komt nummer 3. Mooi! Is dat eventjes opgelost? Dan gaan we nu nogmaals kijken of we dus weer wat sneller van die dingetjes kunnen gaan maken. Dus zeg maar wat, we gaan bijvoorbeeld. Nou, wat kunnen we autocraften? We gaan eventjes iets leuks pakken. Wat heb ik bijvoorbeeld nodig? Nou, laten we zeggen dat ik bijvoorbeeld een machine 6 nodig heb. Die ga ik requesten. Ik wil er bijvoorbeeld 5 hebben. Let's go, heb ik daar de items voor? Jawel To craft 5 basic capacitors Wat iron bars en ga zo maar door We starten het proces, gaan naar beneden toe En wat ik dus al zei, we kunnen vanaf nu gewoon hier Precies gaan zien waar het systeem mee bezig is En dat het nu dus ook gewoon is afgerond En there we go, dan eindigen ze dus gewoon op deze manier Hier zo in het systeem Echt jongens, ik ben zo blij met het hele systeem Iemand postte namelijk in de comments Kun je dit seizoen eventjes, emissiesysteem Meer gaan automatiseren en laten zien hoe je het moet doen Nou, ik denk dat ik daar wel redelijk aan toegekomen ben Tot nog toe, maar we zijn nog lang niet klaar jongens, er gaan echt nog veel meer leuke autocrafting dingen komen maar voor nu denk ik dat het weer eventjes genoeg is geweest wat betreft autocrafting we hebben een dikke pimp gegeven eraan, ik ben er blij mee, we kunnen vanaf nu echt gewoon zeer veel items gaan autocraften moet je maar kijken jongens, hoeveel dingen we kunnen gaan autocraften, het is echt gewoon fucking awesome Waar ik me nu namelijk op wil gaan richten, is op een aankomend project wat best wel heel erg groot gaat worden. Ik heb de inspiratie weer uit de comments. Dat was namelijk geplaatst in de comments. Kun je misschien een soort van Industrial Craft 2 fabriek gaan maken? En dat vond ik eigenlijk wel een leuk idee. Ik heb hier namelijk nog best wel een grote rij naast mijn huis. En dit lijkt mij echt gewoon awesome. Om hier een soort van klein fabriekje neer te gaan zetten. En daarna ga ik het gewoon door middel van paarden, weet je wel. Ga ik de fabriek, mijn huis en alle andere dingen rondom mijn basis. Ga ik gewoon met elkaar verbinden. Maar we hebben natuurlijk niet super veel tijd meer. Dus laten we allereerst gewoon gaan beginnen met de basics. Namelijk hoe onze oude Industrial Craft 2 setup eruit ziet. Super simpel setupje. Namelijk door middel van een geothermal generator. Die eigenlijk van alle machines powered. De geothermal generator is echt een hele goede oplossing voor dit soort, ja, kleine machines zoals het ware. Zoals de macerator, de compressor, de metalformer. Maar straks moeten we natuurlijk gewoon echt hele grote projecten aan gaan pakken. Hebben we superveel energie nodig. En dan gaat het natuurlijk niet meer werken met één geothermal generator. En ook niet met vijf. Dat kan ik ook alvast verklappen. Maar daar komen we allemaal later op. Laten we gewoon allereerst daar een mooi systeemje aan gaan leggen. Het gaan verbeteren. Door middel van de geothermal generator. Dus wat ik dan allereerst eventjes ga doen, is alles loskoppelen. Door middel van een buildcraft range, die heb ik niet godsnaam gelaten. Ranch. Heb ik nu serieus gewoon niet meer? Nou, dan maak ik wel een nieuwe. Maakt allemaal niet super veel uit. Ik heb trouwens ook hier eventjes al mijn armors een beetje opgeladen. Omdat ik natuurlijk zo meteen de MFI Die ga ik natuurlijk zeg maar loskoppelen. En volgens mij is dan alle energie weg. Maar wat ik voor nu dus eventjes ga doen. Is gewoon dit loskoppelen. Dit, dit en dit. En natuurlijk zo meteen ook de MFI En dan kom ik zo meteen met jullie terug. En dan ga ik vertellen hoe ik het nu ongeveer aan wil gaan pakken. Oké, okay, ik heb alle machines gepakt. Dan zul ik jullie nu eventjes kort uit gaan leggen hoe ik het ongeveer aan wil gaan pakken. Ik wil namelijk zeg maar een lang en groot gedeelte gaan maken in de fabriek en ik wil een soort van kleiner gedeelte gaan maken. Aan het kleine gedeelte gaan wij nu werken. Dat kleine gedeelte wil ik namelijk zeg maar hier gaan maken. Ik ben namelijk van plan om hier de ingang te gaan maken. Dan kan je hier kiezen rechtsaf of rechtdoor. Rechtdoor komen alle grote projecten waaronder bijvoorbeeld ook een nucleaire reactor en hier wil ik eigenlijk gewoon zeg maar alle basic machines neer gaan zetten die dus eerst in mijn huis stonden. Dus laten ongeveer, nou, ik zeg hem wat, uh, hier ongeveer lijkt me wel een mooie plek. Zo gaan we hier wat ruimte vrijmaken. Heb ik misschien een shuffle bij me, een normale? Nee, oké, okay, dan maakt het niet super veel uit. Zo. En dan gaan we hier dus een mooie lijn aanleggen. Hoe gaan we dat doen? Dat gaan we nog steeds gewoon doen door middel van copper cables, Maar ik wil wel een kleine verandering door gaan passen. Of door gaan voeren. Ik wil namelijk meerdere geothermal generators gaan maken. Oftewel, achter deze kamer, zeg maar, wil ik een soort van nou, niet echt zichtbare kamer gaan maken. Waar ik alle generators neer ga zetten. Dus er komt bijvoorbeeld hier eentje. Hier eentje, hier eentje, hier eentje, hier eentje. En dan gaan we gewoon zo meteen kijken hoeveel energie die gaan produceren. Laten we ze gewoon allereerst in elkaar gaan zetten. En ik heb ook trouwens nog eventjes een aantal crafting recipes toegevoegd. Eigenlijk best wel heel erg veel crafting recipes toegevoegd. Ik was er een beetje verslaafd eraan. Ik dacht van ik ga gewoon meteen zoveel mogelijk toevoegen die ik nog bezig ben. Kijk maar, ik heb gewoon allemaal generators en allemaal andere industrial craft 2 dingen. Heb ik gewoon allemaal geautomatiseerd. Het ziet er gewoon awesome uit op deze manier. Maar we gaan gewoon kijken hoe ver we gaan komen. Ik wil totaal namelijk nog, nou laten we zeggen vijf geothermal generators hebben in totaal, dus daar ga ik er nog vier bij maken. Dan gaan we gewoon allereerst de generators gaan we autocraften, dus deze dingen. die gaan we nog gewoon vier omvragen, heb ik daar genoeg voor? Ja, ik heb daar genoeg voor, helemaal mooi. Dan gaan ze gecraft worden en dan zullen ze zeer, sp zo zeer spoedig binnen gaan komen, dankjewel. De eerste is binnen, de tweede, de derde en hier ook de vierde, helemaal mooi. En dan kunnen we de rest natuurlijk gewoon om gaan zetten naar een geothermal generator. Zonar brengt was dus op 1 Geothermal Generator, 2, 3 en nummer 4. En voor nu ben ik er wel eventjes tevreden mee. Daar kunnen we namelijk wel redelijk wat EU mee op gaan wekken. Per Geothermal Generator gaan we namelijk gewoon 20 EU per tick maximaal opwekken. 20 keer 5 is natuurlijk nog altijd 100. Oftewel gewoon 100 EU per tick. En voor nu, voor deze machines en voor een batterij, zal het gewoon perfect gaan werken. Dus wat we dan gaan doen, is hier de Geothermal Generators neerzetten. Gewoon op een rij uh, wil ik zo doen. Nou, ja, zo lijkt me wel helemaal mooi. Oh, Creeper, een hey, momentje, even mijn boot pakken. And uh, boom, bum moy Die is ook weer weg. Dan gaan we hier achter. Gaan we natuurlijk gewoon de tank neerzetten. Die we ook in ons huis hadden staan. Ik weet alleen niet of uh, één tank. Zeg maar 5 geothermal generators kan supplyen. Mocht dat niet het geval zijn. Dan ga ik natuurlijk gewoon nog eentje bij maken. Daar gaat helemaal goed voor gezorgd worden en zo. Dus deze gaan we erbij pakken. En wat we dan ook gewoon gelijk eventjes gaan doen. Is een aantal fluid conduits erbij pakken. Dus even kijken. Heb ik dat nog? Waarschijnlijk niet. Maar gelukkig heb ik ze geautocraft vanaf nu. Oh, ik heb er nog 8 trouwens. Oké. Okay. Is dat genoeg? Nou, ik maak nog wel één setje erbij gewoon. Oké, okay. even wachten. Dan gaan we naar autocraft toe. Auto-crafting. Hier zo. En dan maken we gewoon nog wat van die fluid kabels. Ik denk dat acht wel voldoende is. Gewoon nog één setje erbij maken, weet je wel. Gewoon zo. Let's go. En dan wordt dat zeer spoedig gewoon in elkaar geflanst. Uh, zo dan heb ik de enderfluid fluid cables, die gaan we denk ik gewoon, nou laten we zeggen hier neerzetten en dan gaan we gewoon vanaf hier gaan we outputten. Natuurlijk hoef je niet per se alles goed te zetten hier, maar ik doe het wel eventjes voor de zekerheid, namelijk extract en vervolgens output en vanaf nu gaat er gewoon lava instromen. Dan gaan we natuurlijk gewoon naar de achterkant van de geothermal generators leiden. Op deze manier. Waarschijnlijk komt er nog helemaal niks in momenteel. Oh, wel al. Oké, okay, hoef ik niet eens te inserten. Oh, wacht, hij staat gewoon beide kanten op. Oké. Okay. Dan zal dat gewoon gaan werken. En gaat elke Geothermal Generator nu gewoon voor ons lekker wat EU produceren? Kijk maar, de productie wordt gewoon lekker omhoog gebund. En volgens mij houdt die tank het simpelweg uit. Dus dan heb ik op zich niet een, nog een tank nodig. Dat is wel mooi. Maar wat we nu dus gaan doen is super simpel. We gaan namelijk gewoon de bekabeling. Gaan we eerst naar een low-voltage transformer leiden. Want ik zei net namelijk al: we gaan namelijk 5x20 is 100 EU per dik produceren. Terwijl deze machine dus maximaal maar 32. Nee, het volgens mij zelfs. Nee, wel 32 EU per tik volgens mij. Even kijken hoor, voor de zekerheid. Volgens mij 32 EU per tik. Ja, kijk maar. Een maximum van 32 EU per tik. Oftewel, als we hier 100 EU per tik doorheen gaan leiden, dan krijgen we vuurwerk en dat willen we niet hebben. Dat kunnen we gaan oplossen door middel van een low voltage transformer. Die ga ik gewoon gelijk eventjes maken. Dus dan gaan we 10 kabeltjes in elkaar zetten en waarschijnlijk kunnen we het nu ook al af gaan ronden. De low voltage transformer. Even kijken, ik denk dat ik alle items nu wel heb toch. Even kijken, hebben we dit? Ja, alleen op de een of andere manier herkent hij de iron ink het soms niet. Heel gek. Met Industrial Craft heeft hij steeds dat hij de iron ingots niet herkent. En ik weet niet waarom het is, maar het gebeurt echt gewoon telkens weer. Beetje raar. Maar maakt niet uit, we gaan hem in elkaar zetten. Let's go! En dan heb ik hem binnen de low voltage transformer. En dan zie je ook al staan. Die is namelijk in staat om van low 20 u per tik naar high 128 u per tik te gaan. En natuurlijk andersom. Dus wat we nu gaan doen is heel erg simpel. We gaan namelijk vanaf daar... Gaan we even nog wat koppelkabels erbij maken trouwens. Kunnen we kunnen ook weer autocraften. Echt jongens, ik ben echt verslaafd aan autocraft momenteel. Dat hebben jullie waarschijnlijk wel door. Dan gaan we er gewoon een stuk of nou 20 maken. Start. En heb ik ze echt gewoon binnen een paar seconden? Heb ik hem binnen. Kopper. Oh, moet ik wel goed keepen? Kopper. Kijk maar, ze worden echt zo snel gemaakt, hè jongens. Ik word hier echt zo blij van, hè. Holy shit. En dan gaan we gewoon vanaf de onderkant van de Geothermal generators gaan we outputten. En door deze kabels loopt momenteel dus gewoon 100 EU per tik. Dit gaan we doorleiden naar deze low voltage transformer. Tenminste, dan moet ik hem er wel goed bij pakken. Zo, hij heeft namelijk zes verschillende soorten kanten. En dit is de kant waar je zeg maar de hoge capaciteit van de LV of van de energie in moet poeten, Oftewel de kant van 100 EU per tik. Vervolgens aan alle andere kant, aan alle 1 punt als het ware. gaat hij dus gewoon die 32 EU per tik uitvoeren. En kunnen we die dus gaan gebruiken voor de machines die hier staan. Oké, okay. gaan we dat eventjes doen. Dan gaan we deze natuurlijk weghalen door middel van de Buildcraft Ranch op deze manier. En dan gaan we hem gewoon zo neerzetten dat de 5 puntskant erin wijst. Volgens mij kan je dat best zo doen. Ja, inderdaad, kijk maar. Nu zal het gewoon gaan werken. En dan kunnen we vanaf hier gewoon weer gaan outputen. Zo, dan kunnen we het hier af gaan ronden. Wat ik trouwens nog wel eventjes eerst ga doen is Step Down. Dat gaat er namelijk voor zorgen dat dus de EU van hoog naar laag wordt gedaan. Dus dan gaan we gewoon hier naartoe leiden. En dan zijn we er gewoon helemaal klaar voor. En waarschijnlijk krijgen we vanaf nu, krijgen we hier ook gewoon weer energie in. Ja, kijk maar, Master Raiders Energie. De compressor heeft energie en de metalformer heeft energie. Oké, okay, jongens, dan gaat het vanaf hier gewoon werken. En dan kunnen we hier gaan beginnen met het aansluiten van machines, die dus allemaal gewoon 20 EU per tick kunnen ontvangen. De andere kant, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, uh, waar zullen we er naartoe gaan leiden? We kunnen bijvoorbeeld deze kant op leiden, vanaf de onderkant hier zo ergens. Uh, zo. En zal ik voor nu anders op gewoon hier neerzetten Ik ga hem voor nu gewoon eventjes hier neerzetten We kijken later wel gewoon wat we ermee gaan doen Maar hier kan het namelijk wel gewoon Natuurlijk gewoon de 100 eu per tik in Want deze MFI kan meer dan 32 eu per tik aan Volgens mij kan hij echt 512 eu per tik aan Wat betreft de input Dus dit gaat gewoon helemaal werken Deze gaat vanaf nu sneller opvullen dan binnen En we hebben gewoon nog steeds evenveel energie hier zo in de machines Het is een begin En wat ik al zei Dit gaat een zeer, zeer, zeer groot project worden We gaan hier echt een megafabriek aan koppelen Met gewoon nucleaire reactoren Met andere dingen van industrie. Craft. Echt gewoon next level gaan we. Maar nu is het helaas het einde. We gaan over naar de Lucky Block en de Pandora's Box. Daar gaan we dan. We beginnen met de Lucky Block. We draaien een rondje. Let's go. Wat is dat? Wat is dat? Ik weet niet wat het is. Maar het is fucking... Wat is dat nou? Wat, wat komt er nou uit? Is er nou nog een Pandora's Box? Nee. Huh? Jerome ASF Head. Oké, okay, jongens. <laughs> Ik weet niet wat de fuck dit gaat. Maar het is wel grappig. Dan gaan we nu over naar de Pandora's Box. Lange tijd geleden dat ik zo'n leuk dingetje heb opengemaakt. Let's go. Wat zit erin? Oh, dit ziet er al niet altijd goed uit. Wat gaat er gebeuren? Holy shit. Deze hele biome gaat veranderen. Dan gaan we weer. We gaan gewoon nu weer oude tijden herleven, jongens. De hele biome wordt helemaal omgetoverd. En ik drop naar 10 FPS. Oké, okay, maar dat is dus omgetoverd naar een soort van Mushroom Biome. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze episode. Heb je ervan genoten? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Dat motiveert namelijk enorm voor je te blijven maken. En het helpt natuurlijk gewoon bij het openmaken van zoveel mogelijk Pandora's Boxes en Lucky Blocks. Wat ik dus al zei, per 70 likes, één Lucky Block en één Pandora's Box. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij meer Vita Beast Infinity. Peace jongens!